We staan hier voor een zogenaamde boerenposter. Die hebben we eigenlijk ontwikkeld omdat er heel veel op boerenbedrijven afkomt. En dat zijn hele verschillende zaken. En we denken eigenlijk een beetje dat zo'n boerenposter kan helpen om een boer te ondersteunen bij de communicatie vanaf zijn erf naar de rest van de samenleving. Kijk hier allereerst aan deze kant, laat het eigenlijk zien van wat voor thema's er allemaal zijn. Het gaat over grondgebondenheid, het gaat over bodembeheer, het gaat over dierenwelzijn, natuur en landschap, klimaat en energie. En het gaat natuurlijk over allerlei sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dus deze kant van de poster geeft eigenlijk een beetje weer van dat duurzaamheid meer is dan bijvoorbeeld alleen maar stikstof. De andere kant van de poster, daar is eigenlijk het stukje ruimtelijke kaart van de boer, zeg maar zo'n plattegrond. Iedere boer heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid over een stuk grond. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg af van waar in Nederland dit gevestigd is. Is dit veenweidegebied? Is het tegen de Waddenzee aan? Is het in Noord-Limburg of in Zuid-Limburg? Iedere boer heeft specifieke uitdagingen. En juist die uitdagingen die moet je eigenlijk proberen te vertalen naar handelingsperspectief. Nou, onze boerenposter die helpt eigenlijk om al die opgaven die hier schetsen, om dat te vertalen naar wat gebeurt er dan al? Want er gebeurt natuurlijk al heel veel. En wat kan er nog meer dan? En in dit stukje communicatie naar bijvoorbeeld het waterschap, naar bijvoorbeeld de natuurorganisaties, maar ook naar burgers rond de boer heen, kun je dus op deze boerenposter mooi laten zien hoe duurzaamheid feitelijk invulling krijgt. Deze boerenposter hebben we ook online gemaakt. Er is een weblink beschikbaar, die kun je hier bij het filmpje vinden. Op die digitale boerenposter, daar kun je deze icoontjes aanklikken en dan kun je ook meer uitleg geven over wat er dan precies gebeurt en wat meer achtergrondinformatie. Ga vooral even kijken.